Wat is woke? Ja, woke is eigenlijk een containerbegrip voor een denkwijze die grotendeels gelijk loopt met het cultuurmarxisme. Vandaar haalt men het onderdrukkingsdenken en ook van het intersectionalisme. Vandaar haalt men het denken rond discriminatie en zogezegd privilege, of om het in het Engels te zeggen, privilege. Ja, woke is een echte manier om te kijken naar de wereld, naar de realiteit. Alles wordt in die zin gereduceerd tot machtsverhoudingen en onderdrukking. De zuiver filosofische basis voor dat wokisme vinden we al bij enkele Franse neo-marxisten, zoals bijvoorbeeld Jacques Derrida, die zei dat al onze interacties en instituten in het Westen dat die bestaan uit onderdrukkers en onderdrukte. En dat dit altijd terug te leiden is tot ja, die gekende identiteitshokjes zoals huidskleur, geslacht, geaardheid en dergelijke meer. En dit noemt men de French Theory of de theorie van de, zo noem ik het zelf liever, de deconstructie. En die theorie die floreerde daarna in de Verenigde Staten onder allerlei nieuwe vormen om nadien de rest van de wereld, ook België en Nederland, ermee te besmetten. Het is wel heel belangrijk in dit licht om te beseffen dat die filosofische basis van het wokisme of het wokactivisme absoluut niet impliceert dat iedere wokie, om ze zo te noemen, of iedere wokactivist die filosofische basis beseft of zelfs laat staan, begrijpt. Zo zien we dat heel veel bijvoorbeeld jonge meisjes volledig meegaan in de woke-ideologie zonder dat ze beseffen wat die ideologie eigenlijk of die filosofische basis eigenlijk precies inhoudt, gewoon omdat ze vaker conformistisch zijn of omdat ze celebrities of multinationals napraten. En dat op zich gaat nu wel heel snel, omdat er enerzijds gewoon heel veel voltijds gesubsidieerde woke-activisten aan de slag zijn. Denk daarbij bijvoorbeeld aan de politiek en de NGO-sector, maar ook en vooral aan het onderwijs, justitie, de media en een heel aantal intussen diversiteitsmedewerkers in allerlei sectoren. Er zijn dus een massa woke-activisten aan de slag, vooral in die invloedrijke sectoren, en die hebben echt wel een impact op de mensen. Anderzijds zijn ook bedrijven, hebben bedrijven ook een enorme baat bij die woke-ideologie en het verspreiden ervan. Zij zijn blij, die multinationals, het grootkapitaal, als mannen, vrouwen en gezinnen worden gedeconstrueerd en er op die manier enkel nog productiefactoren en consumenten overblijven. En het komt voor vele bedrijven, zoals bijvoorbeeld een enorm woke bedrijf Nike, heel goed uit, dat ze de aandacht kunnen afleiden van kinderarbeid en vervuiling naar de focus op Black Lives Matter en andere woke hypes te leggen. Dat is voor hen echt wel heel interessant. Oké. En wat is dan het uiteindelijke doel van die woke aanhangers? Wel, daar moeten we een goed onderscheid maken tussen het zelfverklaard doel en het werkelijke doel. Het zelfverklaarde doel van die wokies, van de woke-activisten, is om zogezegd de samenleving bewust te maken van allerlei zogezegd maatschappelijke ongelijkheden. Voornamelijk dan rond bijvoorbeeld racisme en rond minderheden. En ze leggen daarbij een heel grote nadruk op taalgebruik en vertegenwoordiging. Voor hen is bijvoorbeeld, het is een heel frappant voorbeeld, het zinnetje dames en heren. Voor hen is dat bijvoorbeeld al discriminerend voor interseksuele of non-binaire mensen. Andere historische figuren, zelfs helden zoals bijvoorbeeld Pater Damiaan, die worden retroactief op de brandstapel geplaatst of gecanceld, zoals dat tegenwoordig heet. Louter en alleen omdat ze bijvoorbeeld uit een tijd komen waar er toen nog geen gelijke rechten waren voor bijvoorbeeld niet-blanken of bijvoorbeeld voor vrouwen. En deze zogezegde strijd tegen discriminatie, en dat is heel belangrijk om te beseffen voor ons, dat is echter gewoon een façade. Dat is niet het werkelijke doel. Het werkelijke doel van dat woke-isme is deconstructie, waar ik daarnet al een inleiding op gaf. En die term is dus ook terug te brengen op die French theory. En op een systematische manier worden met die deconstructie al onze tradities, onze gebruiken, onze identiteit, die wordt eigenlijk afgebroken. Rolpatronen moeten stuk, de definitie van man en vrouw en van nationaliteit, die wordt volledig gedeconstrueerd. Ook autoriteit wordt aangevallen. De autoriteit van bijvoorbeeld een leerkracht of een vader, die moet weg. Christelijke feestdagen moeten verdwijnen, enzovoort en zo verder. En pas als
alles volledig gedeconstrueerd en gecanceld is, zal volgens hen iedereen gelijk zijn. En dat is zo gezegd het doel. Dus het is die gelijkheid, die totale gelijkheid, omdat alles gedeconstrueerd is, dat is het doel? Ja, ze willen eigenlijk alles afbreken om tot een wit blad te komen, tot de ultieme gelijkheid te komen. En daarvoor willen ze al onze instituties, tradities, gebruiken, rolpatronen, willen ze allemaal gaan deconstrueren. Omdat die volgens hen inherent zorgen voor ongelijke machtsverhoudingen, zorgen voor onderdrukking van dan wie op de intersectionale lijnen het hoogste staat, de blanke, hetero, westerse man, om die eigenlijk uit de baan te ruimen. En wat merken we hier? Want het is natuurlijk vooral iets Amerikaans. Dus ja, goed, België, Vlaanderen, Nederland, een beetje hetzelfde. Maar wat merken wij hier nou van? Want als je Twitter uitzet en de tv uitzet, wat merk je er dan van? Maar toch nog steeds behoorlijk veel. Hè? Doordat eigenlijk multinational celebrities, de media, maar vooral ook de academische wereld massaal woke-propaganda verspreiden, tot in onze lagere scholen toe, heeft die verderfelijke ideologie, mag ik toch wel zeggen, wel degelijk een grote impact ook op ons dagelijks leven. Een frappant voorbeeld daarvan is ons taalgebruik en onze cultuur, die enorm onder invloed komen te staan en onder druk komen te staan door die woke-ideologie. Zo is bijvoorbeeld niet meer toegestaan om te spreken over blanke mensen of mensen met een blanke huidskleur. Quasi geruisloos is eigenlijk door de mainstream media is er nu gepraat over wit of over witte mensen. Ik ken geen witte mensen, of het zouden albino's moeten zijn, maar toch wordt er voortdurend in de media nu als het nieuwe normaal gesproken over witte mensen. En op die manier sijpelt dat wel door in ons dagelijks taalgebruik. Als reden voor dit specifieke voorbeeld wordt er dan aangehaald dat we dit moeten doen omwille van ons slavernijverleden. Maar eigenlijk is dat gewoon een onderwerp, een thema dat erg leeft in de Verenigde Staten, in Amerika, maar eigenlijk bij ons niet zou moeten leven. Hier was geen slavernij op grote schaal of zo, zoals in Amerika. Maar toch importeert men dat Amerikaanse thema om ook hier te kunnen gaan deconstrueren. Dus blank wordt door die wokers niet gezien als een neutrale term om iets te beschrijven, zoals het altijd nogthans geweest is. Maar voor hen krijgt dat een heel beladen betekenis, waarbij er een machtsverhouding is van blanken, van witte mensen, om het met hun termen te zeggen, tegenover gekleurde mensen. Maar ook heel veel andere frappante voorbeelden. Zo moeten bijvoorbeeld onschuldige kindertradities zoals Sinterklaas of Zwarte Piet, zowel in Vlaanderen als in Nederland. In Nederland schrijnende taferelen met wenende kindjes, ouders die heel bezorgd zijn om hun kinderen, die worden aangevallen door extreem linkse woke-activisten. Uit een tendens eigenlijk om ook een kinderfeest te gaan problematiseren als zijnde iets van een blanke of witte onderdrukker tegenover een zwarte of gekleurde onderdrukte. Ook de klassieke tweedeling tussen bijvoorbeeld mannen en vrouwen, die moet voor sommige van hen volledig verdwijnen. Mannen- en vrouwentoiletten zijn bijvoorbeeld niet woke en die worden dan vervangen door genderneutrale toiletten. En we zouden gaan denken dat dat een randfenomeen is, een marginaal fenomeen, maar in Vlaanderen zien we dat de grootste partij, N-VA, daar ook aan meedoet en dat de parlementsvoorzitter van het Vlaamse parlement, N-VA'er, Lisbeth Homans, dat hier ook voor pleit om genderneutrale toiletten te gaan invoeren. Dus zo zie je maar dat wat begint als een randfenomeen in de academische wereld, dat toch wel vrij snel met behulp van die media, van celebrities, multinationals, kan doorsijpelen ook in mainstream politieke stromingen. Nog een aantal andere frappante voorbeelden waar we ook mee worden geconfronteerd als we Twitter afzetten. De oorspronkelijk blanke figuren die nu een niet-blanke invulling krijgen. Op Netflix, het is bijna karikaturaal, iedere blanke historische figuur wordt intussen gespeeld door een niet-blanke en op die manier wordt onze historische accuraatheid ondergeschikt gesteld aan zogezegd de thematiek van privileges en onderdrukking. Maar ook nog karikaturaler, de boeken van Pippi Langkous bijvoorbeeld. In vele Vlaamse bibliotheken staat daar intussen een waarschuwing bij, alsof er schokkend taalgebruik
taalgebruik zou bevatten. Kinderboeken worden aangepast of soms zelfs gewoon uit de bibliotheek gehaald als men ze niet woke genoeg meer vindt. Ook de beelden van historische figuren, zelfs historische figuren die niets hebben misdaan, maar gewoon in een tijd leefden, zoals ik daarnet al zei, waar er bepaalde vormen van onderdrukking waren, die worden beklad of vernield of verwijderd zonder dat er daar rond een eerlijk en open debat is. Straatnamen moeten worden vervangen als het blanke hetero mannen zijn naar wie een straat is genoemd. De Europese Unie zelf, die raden alle medewerkers en Europese parlementsleden aan om het niet over kerstmis te hebben in de kerstperiode, omdat dat te veel het christelijke verleden van Europa zou benadrukken. En zo zijn er eigenlijk oneindig veel voorbeelden die er samen voor zorgen dat we wel een fundamentele verandering doormaken in de samenleving. En als je het dan specifiek over één voorbeeld hebt, wordt het heel vaak gekarikaturiseerd door de linkerzijde, door de wokies, die zeggen, waar maak je je eigenlijk druk over Zwarte Piet? Is dat nu zo belangrijk? Maar als je al die zaken samen bekijkt, zie je toch een heel grote culturele verandering. En net daarom is het belangrijk om telke malen op onze strepen te gaan staan bij van die kleine strijdpunten, zoals bijvoorbeeld ook Zwarte Piet. Nog een laatste voorbeeld dat ik misschien ook wel wil aanhalen, want dat is jammer genoeg iets dat op ons afkomt in de komende jaren, en dat is de critical race theory. En vele Vlamingen en Nederlanders zullen daar misschien nog niet van gehoord hebben, maar in Amerika is dat al jaren een heel ernstig debat dat daar rond gevoerd wordt. En dat is eigenlijk een theorie die wordt aangeleerd, zelfs in de lagere scholen in Amerika, waar jonge kinderen worden geïndoctrineerd met de gedachte dat de hele Amerikaanse staat, alle Amerikaanse instellingen eigenlijk gecreëerd zijn, zuiver en alleen om niet-blanken, om kleurlingen, om die te onderdrukken. En ik vrees dat die critical race theory, die daar al deel uitmaakt van het standaard lessenpakket, dat die ook binnenkort bij ons zal worden gegeven. En daar moeten we ons echt op alle mogelijke manieren tegen verzetten. Want zo zaai je verdeling onder de mensen. En dat is net het omgekeerde van wat nationalisten willen. Je gaf het zelf het punt al een beetje aan net. Hè? Van heel vaak als je één voorbeeld eruit pakt, dan denken mensen van waar moeten we ons nou zo druk over maken? Culturen veranderen natuurlijk altijd. Er zijn ook heel veel mensen die zeggen van het is gewoon goed dat we progressief zijn. Het is goed dat we ook nadenken over hoe we andere mensen kwetsen met bijvoorbeeld iets als Zwarte Piet. Dan is het toch een kleine moeite om zulke dingen aan te passen in de cultuur. Die zeggen, als jij in een dorp in Brabant woont, je blijft verder gewoon je eigen ding doen. Je kan je eigen leven leven. Waarom is het dan toch iets dat wel belangrijk is en waar eigenlijk iedereen zich zorgen over zou moeten maken? Jawel, je zegt het daar zelf. Hè. Empathie is inderdaad iets goeds. Empathie moeten we aanmoedigen, maar empathie mag niet leiden tot tirannie. En dat is wel wat er op vandaag gebeurt door die woke-ideologie. De woke-isme, dat herleidt mensen eigenlijk gewoon tot vakjes en dat dicteert gedrag op basis van die vakjes. Dat ondermijnt het gedeeld burgerschap dat mensen bijeen zou moeten brengen in een democratie, in een natie, ongeacht hun respectievelijke hokjes. Dat vormt een heel grote bedreiging voor onze democratie, onze samenhang, ons sociaal weefsel in Vlaanderen, in Nederland, maar eigenlijk in het gehele Westen. En die bedreiging is niet alleen er voor het sociale weefsel, maar ook bijvoorbeeld voor onze vrijheid van meningsuiting, die enorm onder druk staat door die cancelcultuur en door het woke-isme. De wokies die hebben een doel voor ogen en dat is om elke oppositie de mond te snoeren. Wie niet aan die westerse zelfkastijding meedoet, die moet volgens hen worden gecanceld. En die moet helemaal verdreven worden uit de publieke wereld. Ontslagen op het werk, verbannen op sociale media. En als het moet, dan zelfs met geweld bestreden op de straat. Zien we ook in Nederland gebeuren, bijvoorbeeld op bepaalde evenementen van Forum voor Democratie, zag ik onlangs. In Frankrijk nu ook met Zemmour, wiens activisten en stemmers worden aangevallen bij een aantal van hun evenementen. Nu, die wokies die worden daarin jammer genoeg ook gesteund door multinationals, door grootbanken, door sociale media giganten zoals Facebook, Twitter en Instagram, dat de dag van vandaag toch wel de plaats zijn waar we van ideeën wisselen met elkaar. En als puntje bij paaltje komt, dan kiezen die gigantisch machtige bedrijven, die sociale media giganten, steeds vaker de kant van die extreem linkse woke-activisten. Nog erger, ze doen dat niet langer passief zoals vroeger, maar ze gaan dit nu ook steeds vaker op een actieve rol gaan doen.
Dat merken we door de gigantische censuur van rechtse platformen op sociale media. Ik ben daar zelf al vaak het slachtoffer van geweest. En in België is nu zelfs de regering bezig met een poging om het Vlaams Belang, volgens de peilingen de grootste partij van België, om die partij te gaan censureren op sociale media. Dus dat vormt toch wel een grote bedreiging voor onze democratie ook. En dat is gestoeld op die woke-gedachte. Nu, het is niet allemaal kommer en kwel. De zon schijnt buiten vandaag. En er is ook wel goed nieuws om te melden. En dat goede nieuws is dat die wokies wel nog steeds een minderheid uitmaken. Het is een sterke minderheid, want zoals ik al zei, ze zitten massaal in die academische wereld, in daar waar de macht zit, daar waar de invloed zit, in de media zitten ze, in de politiek zitten ze. Maar de meerderheid staat wel degelijk nog altijd aan onze kant, aan de kant van het gezonde verstand. En het is jammer dat die meerderheid heel stil is. De silent majority is veel te braaf, daarom is ze ook nog steeds silent. Maar het zal aan u, aan mij, aan veel rechtse alternatieve, objectieve media zijn om die silent majority, om die stille meerderheid een stem te geven in de parlementen, op straat, op sociale media, in de media. En op die manier denk ik echt wel dat we het gezond verstand gaan kunnen laten zegevieren en dat we de woke-dreiging gaan kunnen afwenden. Om even in te haken op wat je zei over vrijheid van meningsuiting en dat het onder druk staat hiermee. De wokers zullen natuurlijk zeggen, nou, je bent vrij om te zeggen wat je wil, maar je bent niet vrij voor de gevolgen van wat je zegt. Hebben ze daar gelijk? Hebben we dan een vrijheid van meningsuiting? Want ja, je kunt ook argumenteren van, nou, een bedrijf mag natuurlijk zeggen van, hey, leuk dat je dat gezegd hebt, maar wij willen niet iemand in dienst hebben die zo denkt. Wel, ik denk dat er weinig mensen zijn om die vraag beter aan te stellen dan mezelf. Ik heb een aantal meningen uit en ik ben daardoor uit de bank gezet geweest. Van sociale media gegooid. Ik ben van de universiteit gegooid. Ik heb een huiszoeking gehad van de politie. Ik heb de hele nationale media wekenlang op mijn dak gehad. En ik heb niet eens een strafbare mening geuit. Ik heb gewoon een politiek incorrecte mening geuit rond wokeisme, rond massamigratie, rond cultuurmarxisme en dergelijke meer. Dus je kan je dan wel de vraag stellen als de hele samenleving, als de hele bedrijfswereld, de universitaire wereld, de bankaire wereld, de politieke wereld, justitie, als die allemaal achter jou komen van het moment dat je een mening uit die nog maar een klein beetje afwijkt van het heersende woke-narratief, is er dan wel nog vrije meningsuiting? Meer nog, je zou vandaag zelfs kunnen argumenteren dat als je niet meer je mening kan uiten, daar waar meningen worden geuit, bijvoorbeeld op sociale media, dat je dan eigenlijk geen vrije meningsuiting meer hebt. Als het zo nauw gevat wordt welke mening je kan uiten, kan je niet meer spreken van een open debat. En dat probleem hebben we vandaag, denk ik wel, een ernstige inperking op onze vrije meningsuiting. Zoals die er vandaag is. Hartelijk dank voor je tijd en voor je zeer goed voorbereide antwoorden ook op de vragen. Graag gedaan.